Jessica en Charlotte, ik heb een Sinterklaas getekend. En nu moeten jullie zien wat er aan ontbreekt. De hoed? Weet je hoe dat deed, de hoed van Sinterklaas? Nee. Een mijter. Dat heeft Zwarte Piet mij zelf persoonlijk verteld. Toen Sinterklaas in bad zat. Gaat Sinterklaas in bad? Ja, dat is een hele propere meneer. Die gaat regelmatig in bad en Zwarte Piet strijkt aan zijn kleren. En toen juist was ik er bij Sinterklaas. Bart, ik denk dat ik Sinterklaas hoor die in bad zit. Ja, ja, de Sint zit in bad. De Sint neemt namelijk elke week een bad. 1 keer per week? Ja. Is dat niet een beetje weinig? Is de Sint dan niet een beetje een oude viezerik? Nee, nee, want de Sint neemt ook elke dag een douche. Elke dag. Ja, en ondertussen strijk jij dan zijn jurk. Maar hoe is het mogelijk? Waar ben je niet een beetje dom? Dat is geen jurk. Dat Sint is toch geen meisje, dat is geen jurk, dat is een albe. Ah, en die zit onder die lange vest. Lange, maar dat is geen lange vest. Dat is een tabbaard. 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 Dit persoon heeft een glikaal. Heb je een beetje verlichteren, doe je ook. Draagt de Sint altijd witte kousen? Ja, ja, altijd witte kousen. En de Sint heeft schoenmaat 43. Ah, ik ook. Taf. Zeg, waar is de hoed van de Sint? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? De Sint draagt geen hoed. Ik bedoel dat ding dat hij op zijn kop heeft. De Sint heeft geen kop. De Sint heeft een hoofd. En daar staat een mijter op. En de Sint doet die mijter nooit af. Ook niet als hij in bad zit. Ook niet als hij in bad zit. En onder de douche? Dat weet ik eigenlijk niet. Piet? Ja, ja, Sinterklaas? Ja, maar ik ben bezig met de strijd, Sinterklaas. Bart, ja. Zou jij even die speciale Sinten-shampoo naar de Sint willen brengen? Terwijl hij in bad zit. Terwijl hij in bad zit. Ja? Sinterklaas. Ja, Bart. Ik mocht van Zwarte Piet uw Sinten-shampoo brengen. Zet maar neer, lief kind. Ja. Ik ga maar zitten, lekker, gezellig. Draagt u altijd een hoed als u in bad zit? Een hoed? Ah, mijn mijter zou je bedoelen. Ja, altijd. Ook als u gaat slapen? Zeer zeker, lief kind. En onder de douche? Ook onder de douche draagt de goede Sint zijn mijter. Sinterklaas, maar wordt uw mijter dan niet nat onder de douche? Nee, helemaal niet. Kijk, daar staat mijn reservemijter. Ah, en door die plastic hoes wordt dus de mijter niet nat. Als ik onder de douche sta. Bart. Kom eens. Zou jij mijn rug willen schrobben? Ja, ja, Sinterklaas. Lager. Doe ik het goed, Sinterklaas? Ja, heel goed. Iets lager, iets lager. Meer naar links. Ja. Oh. Heel goed. Heel goed. Oh. Hebt u altijd uw stok bij als u in bad zit, Sint? Mijn stok. Ah. Mijn staf. Dat is mijn staf. Ja, die heb ik altijd bij me. Ook onder de douche. Daar heb ik flink steun aan. Dan schuif ik niet zo makkelijk uit. Hier, Bart. Bedankt. Speculaas. Wel bedankt, Sinterklaas. Ik ga u niet langer storen. Bedankt. Dus, de hoed van Sinterklaas heet mijter, de jurk van Sinterklaas heet tabbaard en de stok van Sinterklaas die heet staf.
Ik ken nog mensen die staf eten. Wie? Wie eet er nog staf? Een jongen bij Lennart en Frederik, die eet ook staf. Ah, een jongen die staf heet, die dus eigenlijk dezelfde naam heeft als de stok van Sinterklaas. Ja. Ja, ja. Hey, dit zijn twee speculazen die ik van de echte Sinterklaas heb gekregen voor jullie. Die zitten ook in bad. Zoals een echte Sinterklaas. Ja. Weet je wat, eigenlijk is het slaaptijd, hè? Ik stel voor, we leggen gewoon de speculazen hier op de mat. Jullie eten hem morgen op. En nu gaan jullie slapen. Oké? Okay? Okay.